Team APPM is een jonge schaatsploeg. Wij onderscheiden ons denk ik wel, wij maken heel veel plezier. We zorgen er echt voor dat er een goede sfeer hangt. Er wordt niet gezeurd, er wordt gewoon hard gewerkt. De sprinters, dat zijn Lars Elgsma, 500.000 meter specialist. Ronald en Michel Mulder, tevens 500.000 meter specialisten. Jacques de Koning, dat is echt een 500 meter rijder. De allrounders, dat zijn Boris Kuzminak, 15 kilometer. Tim Roelofsen, 1505 kilometer. Ben Jongejan, 1505 kilometer. Tedjan Bloemen, ook een hele goede allrounder met echt een hele goede 15 kilometer. Team APPM, ja, een leuk, jong, gemotiveerd team. Iedereen enthousiast en bereid om elkaar te helpen naar een hoger doel. Dadelijk gaan we naar Erfurt. Hoe je kijkt naar trainingskamp Erfurt is daar echt de puntjes op de i gaan zetten voor de komende wedstrijden. Nog net iets scherper worden, technisch nog wat beter doorontwikkelen en fit worden. Zodat ik straks sta op de wedstrijden waar het moet gaan gebeuren. Daar moeten we echt nog wat aan de scherpte doen. Fysiek iets minder hard trainen. Dus echt wat scherper worden en dan wat goede tijden rijden. Dus wat vertrouwen opbouwen. En dan terugkomen naar Nederland en dan de straatsteen eruit rijden. Ik voel me sterk, fit. Ik ben heel erg gemotiveerd voor het komende seizoen. Mijn doelstelling voor dit seizoen plaatsen voor de World Cups. EK, WK Allround en mee kunnen draaien met de toppers. Nou, Tim is een groeibriljant, zoals ik hem altijd noem. Jonge jongen, eigenlijk in alle gebieden, mentaal, fysiek. Daar kan hij stap in maken en als hij dat gaat maken, dan kan hij echt naar de Nederlandse en mede ook de Europese en wereldtop. Ja, Ronald, die typeren wij altijd als een echte killer. Ik denk dat ik wel redelijk scherp ben. Het is een beetje een moeizame start geweest, maar ik heb nu weer 3 dagen echt kunnen schaatsen. En ik heb er vooral heel erg veel zin in en ik denk dat de eerste opdracht is. En die scherpte die gaat er komen voor het NK. Ja, daar gebeurt wat in die kop en die wil zo graag winnen. Hoe is het om het Nederlands record uit de boeken te rijden van je eigen trainer, Gerrit van Velde? Ja, het Nederlands record van Gerrit was extra leuk natuurlijk, omdat hij mijn trainer was. Ja, dat was ook niet in de planning natuurlijk, hè. Zo ver wou ik ze ook niet terug laten komen, maar ja. Nee, maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. En als er ook nog iemand het Nederlands record pakt die ook nog, die je dan zelf opleidt, ja, dat is natuurlijk geweldig mooi. Dit jaar wil ik graag het WK Sprint rijden hier in Tielf. Dat is denk ik de mooiste wedstrijd. En WK Afstand is in Insel in maart. En ook een hele mooie wedstrijd. Maar eerste piekmoment is gewoon straks het NK Afstand. Ik bedoel, vorig jaar werd ik tweede op 200ste. Waarom niet? Ik ga voor de titel hier. Ja, Nederlands kampioen. Dat kan die in mijn visie kan die dat zeker. Gaat APPM de verrassing worden van dit seizoen? Wederom bedoel je? ik hoop wel. Op naar Erfurt. Wat we meenemen, natuurlijk je tas met kleding voor elke training. Reservepak. We fietsen ook veel om de benen los te houden, een beetje goed voor de bloeding. En daarnaast hebben we ook nog een tax mee. Het gaat uiteindelijk om het schaatsen, maar alleen schaatsen is dus niet mogelijk. En zo zijn we met veel verschillende sporten bezig om optimaal fit te blijven. Natuurlijk Red Bull. Red Bull mag niet ontbreken. Voor de vrije tijd kiteblad. Ik hou onwijs van kitesurfen. Lekker op de hoogte blijven en daarover door kunnen blijven fantaseren. Ja, je hebt die laptop natuurlijk mee, dus je kunt veel op de computer bezig zijn, maar wat ik voornamelijk vind ik leuk om gewoon met z'n allen gezellig even koffie te gaan drinken of leuke dingen te doen. Hoe kunnen we op de hoogte blijven van jullie activiteiten? Via teamappm.nl, timroelofsen.nl en ronald-wilde.nl. Koppelteken ertussen. Hey, je mag rijden.